Hoi en welkom op mijn kanaal. Vandaag weer een make-up tutorial voor jullie. Zoals jullie zien is het deze keer een zeer natuurlijke basic look. Wie probeer ik voor de gek te houden? Dit is de special effects tutorial van deze week. Ik wilde weer eens aan de slag met de airbrush en deze keer heb ik groen genomen. En wilde ik wat proberen met zelfgemaakte papieren stencils. En heb ik mezelf in een soort van zee, monster, fairy, iets veranderd. Ik weet niet hoe ik dit filmpje ga noemen, ik weet niet wat dit voor moet stellen, maar in ieder geval was het een soort van zeecreatuurachtige inspiratie. Ja, als je meer van mijn make-up wil zien trouwens, ik zal hieronder in het scherm even mijn Instagram username laten zien. Ik zou het super leuk vinden als je me willen volgen, daar laat ik ook meer gewone make-up zien. En ik deel er altijd als er een nieuw filmpje online komt op mijn YouTube kanaal en af en toe deel ik ook foto's van eten, want ik hou van eten. Maar dat terzijde. Maar goed, dit gaat nog lang genoeg duren, dus laten we beginnen. Ik begin weer even met ieders favoriete ding ooit. Scar Wax, FX Wax, ja, hoe je het ook wil noemen. Dat kleverige goedje. Zorg altijd dat je handen een beetje vettig zijn voordat daarvoor of ik alleen om mijn huid aan te raken. Hoe dan ook. Serieus, zorg dat je handen een beetje vettig zijn voor je hiermee aan de slag gaat, anders dan zit het overal. Wat ik altijd doe is een heel klein beetje eraf schrapen en daarmee de wenkbrauw blokkeren die ik wil blokkeren. Dat gaat nooit zo soepel als dat je hoopt dat het gaat, maar dat is gewoon wat het FX Wax is. Je kan hier ook een lijmstick voor gebruiken. Alleen heb ik geen niet uitgedroogde lijmsticks, dus vandaar dat ik maar gewoon voor de officiële manier ga. En het zo doe. Ik haal alleen het buitenste puntje weg, want de binnenkant kan gewoon blijven zoals het is. Ik werk het ook met een spoolie tussendoor eventjes naar boven, zodat ik er ten eerste boos uitzie. Dat is niet per se het doel of zo, maar zodat het allemaal zo plat als mogelijk wordt. Oké, dat is gedaan. Laten we er maar niet over nadenken dat het er ook nog een keertje af moet. Oh, nachtmerrie. Wat ik vervolgens ga doen is even mijn oogleden primen en gelijk met die primer en eerst wat poeder ook over de wax heen gaan. Dan is het gelijk alvast een beetje weggewerkt. Er komt nog foundation overheen en groene paint, dus dat wordt wel onzichtbaar uiteindelijk. Als je nou echt committed bent trouwens, dan scheer je natuurlijk het buitenste stukje gewoon af. Nee, dat raad ik niet serieus aan. Serieus, doe niet wat ik zeg. Tenzij je het zelf wil natuurlijk, maar weet je wel, je snapt mijn punt. Ik ga in ieder geval een groene oogschaduw aanbrengen op mijn oog. Dit, ja, ik ga jullie niet eens echt dichterbij verhalen, want het is geen kwantumfysica. Ik ga gewoon tot waar mijn wenkbrauw ongeveer weggewerkt is. Voor wie Labyrinth heeft gezien, voor wie hem niet heeft gezien, kijk hem, hij is serieus fantastisch, is mijn favoriete film, ik wil er wat toe van. In ieder geval, ongeveer zoals de look van de Goblin King, met die donkerheid aan de buitenkant. Incidentally, de ogen zijn daar ook een beetje op geïnspireerd. Alles wat een beetje fairy-achtig is, is bij mij meestal, weet je wel, fee en like fantasy-achtige wezens is meestal enigszins geïnspireerd op de Goblin King. Verder ben ik helemaal niet geobsedeerd of wat dan ook. Maar in ieder geval, dus de donkerste kleur komt aan de buitenkant en dan ga ik met een lichtere groen-blauwige kleur verder naar binnen werken. Doordat ik met een lichte nude helemaal aan de binnenkant terechtkom. En dan blend ik even de zijkant uit. Smush ik een beetje zwart aan de buitenkant. En dat doe ik onder het oog ook. Op de waterlijn zelf komt wit. En dan tenslotte wat mascara. Ik gebruik er eentje die redelijk groot is, boven en onder. Zodat wel mijn wimpers opvallen zonder dat ik helemaal voor valse wimpers hoef te gaan. Want dat vind ik dan weer niet bij een zeecreatuur passen. Ik geef jullie even de uitleg terwijl de airbrush staat druk op te bouwen. Druk staat op te bouwen, ja. Als je geen airbrush hebt, kan je dit ook met gewone face paint doen en dat uitblenden. Of je kan het met oogschaduw doen. Maar ik heb in ieder geval vanochtend met papier gewoon heel simpel stukjes, ja, hoe zal ik het noemen, stukjes tentakel uitgeknipt. En die ga ik gewoon tegen mijn gezicht aanhouden terwijl ik dat stuk van mijn gezicht aan het doen ben met de airbrush. Zodat ik een beetje negatieve space tentakels heb. Voor de volledigheid, ik heb trouwens al even foundation en poeder aangebracht of camera om de zeer simpele reden dat dat, ja, weet je wel, niet bijzonder boeiend is om apart te laten zien. Je hebt hier eigenlijk drie handen voor nodig. Dat is een beetje jammer, want die heb ik niet. Maar we gaan zien hoe dit afloopt.
Dat ging beter dan verwacht. Oké, tentakels zitten erop. Het is meer een soort van shine eromheen. Ik ga nog wat meer blenden en wat meer diepte toevoegen nog. Wat ik eerst overigens ga doen is eventjes mijn airbrush schoonmaken. Dat is altijd wel belangrijk. Daar moet je niet eventjes de verf in laten opdrogen. Want dan raakt hij verstopt en dan kan je de gun weggooien. Want dat is gewoon niet te fixen. Dat ga ik eerst even doen en dan verder met de paint. Oké, ik heb hem uitgespoeld en eventjes met een speciale remover schoongemaakt. Daar is het dekseltje. Dat is voor nu genoeg. Nadat ik klaar ben met filmen, of als je dit voor een shoot doet bijvoorbeeld, dat je klaar bent met de shoot, moet je hem wel helemaal goed schoonmaken. Maar voor nu kan hij hier in ieder geval dan eventjes gewoon mee door. Wat ik om te beginnen ga doen is even terug naar dat oogschaduwpalet. Mijn microfoon staat aan. Dat moment dat je daar ineens gaat twijfelen. Ik wil namelijk ook wat shimmers erbij, dus ik ga die lichte blauwe kleur pakken en daar de randen eigenlijk nog wat niet zozeer meer mee uitblenden. Ik bedoel, het is geairbrushed. Pun intended. Oh, dat was mijn flauwste grap ooit. Maar het is niet shimmery, want airbrushed, tenminste, je hebt ook shimmery airbrush paint. Deze is niet shimmery. Dus ik wil er wat meer shimmer in hebben. Oep. Goed, we benden er weer. Als je planner belt moet je toch even reageren, maar het blenden van nog wat meer shimmer dus, ja. Nou, toch bezig zijn. Ik ga ook maar gewoon een neuscontour in shimmery groen doen. Dan ga ik even alle tentakels langs. Dat is een zin waarvan je niet verwacht dat je hem ooit gaat zeggen. Met een... Er zit er geen taupe in en ik heb geen zin om een andere palet te pakken. Met een beetje een bruinig kleurtje. Bruinrood, nou ja, je ziet de kleur die ik gebruik. En daarmee trek ik hem een beetje, ja, dat ga ik eigenlijk bij ieder lijntje doen op de tentakel. Gewoon een streepje zetten en het daarna naar voren halen, naar binnen toe halen. Dat je eigenlijk net een soort diepte erin krijgt, alsof het op je huid ligt. Alsof je een rare tentakel ridges op je voorhoofd hebt. Ik heb jullie even wat dichterbij gehaald, dan kunnen jullie het beter zien. Jullie zijn nu dichterbij dan de spiegel, dus waarschijnlijk kunnen jullie beter zien waar ik mee bezig ben dan dat ik het kan zien, dus dat scheelt. Ik gebruik een tamelijk groot kwastje, want anders dan ben je hier zo'n 3/4 jaar mee bezig. En aangezien de planner van werk net belde dat ik morgen een extra wijk heb, heb ik geen tijd om hier 3,5 jaar mee bezig te zijn. Als je trouwens niet van nature van de warme tinten ben. Ik kom hiermee weg omdat mijn haar ook rood is en alles. Maar dan kan je natuurlijk ook een taupe shade nemen. Dus echt gewoon een koelere taupe kleur, bruinige kleur. Als dat wat natuurlijker bij je lijkt. Of als je een hele donkere huid hebt natuurlijk een andere kleur. Echt een hele donkere bruinige kleur. Weet je, als het maar donkerder is dan je huid is het punt. Oké, ik wil het eruit laten zien alsof ze aan de punten het meest uit de huid komen. Dus daar ga ik nog een donkerdere kleur bruin gebruiken en het nog eens dunnetjes over doen. Dan highlighter. Ik ga een groene highlighter gebruiken in een regenboog highlighter. Maar ik pak alleen de groene. En daar ga ik tamelijk specifiek mee highlighten. Ik heb mijn neus bijvoorbeeld behoorlijk smal gemaakt. Ik ga ook een beetje op mijn kin doen. Vinger wat verder blenden. En op mijn bovenlip. Dan het wenkbrauwbot wat highlighten. En de binnenste ooghoek. En dan het midden van iedere tentakel. En dan met een wat grotere kwast ook nog de jukbeenderen. Eigenlijk gewoon tot aan het oog. En dan, om het nog net wat meer op te laten vallen, ga ik iedere tentakel een outline geven in een donkergroene kleur. Ik ga een strijperkwast gebruiken, maar je kan ook een eyelinerkwastje gebruiken. Dat is maar net wat je hebt. Okay, ik had gehoopt dat die ietsje donkerder van zichzelf zou zijn. Ik ga hem mengen met een beetje zwart om wat donkerder te krijgen. Wenkbrauwen teken ik eventjes semi natuurlijk bij in dezelfde kleur. Natuurlijk als in hairstrokes. Semi als in dit is geen natuurlijke kleur.
Geloof het of niet, ik vind het nog steeds niet klaar. Ik ga ook nog een groene shading doen om de tentakels heen. Dan wil ik nog wat pareltjes op mijn gezicht, maar ik wil mezelf vandaag uitdagen en geen 3D-elementen gebruiken. Dus die ga ik er ook op schilderen. Dus ik ga eerst eventjes de schaduw zetten om waar ik de parel wil hebben. Eerst met wat licht en dan wat donker. Taupe of bruin. En dan eroverheen met witte face paint. Ik wil ze een beetje zachtgroene shading geven, dus dat ga ik met een ander kleurtje face paint heel voorzichtig doen. Ik breng het eerst aan en dan blend ik het een beetje in. Als je dit na gaat doen, besef dan wel dat ik dit ga knippen tot een filmpje van een kwartier, maar dat je hier zo'n 5,5 jaar mee bezig bent. Fair warning. Ik ga met een penselbrush nog wat extra highlighter op de tentakels aanbrengen. Ja, dezelfde manier. Ik stip het erop, veeg de kwast af. Deze bureaustoel gaat nooit meer schoon worden. En daarna blend ik het uit. Oké, dus zorg dat de shimmer weer terugkomt, dan een beetje van die highlighter eroverheen. Oh, die arme penselbrush. Oké, nu dat we eindelijk helemaal klaar zijn, wat dit betreft in ieder geval, ga ik mijn lippen doen. Nude of groene... Ik denk dat ik verrassend genoeg voor een bruinige lipstick ga, want ik heb het idee dat het anders... Ja, nou komt die misschien too much wordt. Hier hebben we dan het uiteindelijke resultaat. Ik hoop dat jullie het filmpje leuk vonden en dat je wat aangehaald hebt als je ook jezelf in een zee, fairy creature, iets wil veranderen. Voor wat voor reden dan ook. Of dat het in ieder geval amusant was om te kijken. Ik had in ieder geval een hele hoop lol met het maken hiervan. Dit soort looks zijn gewoon leuk om mee te oefenen en alles, weet je wel. Dat is gewoon voor mij het main goal van dit soort looks. Als je het filmpje in ieder geval leuk vond, klik alsjeblieft op de like-button. Dat zou me heel erg helpen. En als je wil, kan je abonneren op mijn kanaal. Ik doe heel veel make-up tutorials, de meeste draagbaarder dan dit. En voor de rest nail art, klets filmpjes en wat ik verder maar kan verzinnen. Of requests zijn ook altijd welkom. Onder het filmpje kan je dus gewoon ook weer alles vinden wat ik gebruikt heb. Als je niet dezelfde spullen hebt, dan kan je natuurlijk gewoon gelijkwaardige spullen gebruiken. Je hoeft niet per se dezelfde dingen te gebruiken, uiteraard. En ja, dat was het voor vandaag. Heel erg bedankt voor het kijken in ieder geval. Ik hoop dat jullie verder een hele fijne dag hebben. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!